In deze film wil ik het hebben over dekking en stroom bij het kwastgereedschap. Het zijn twee opties die het namelijk soms behoorlijk makkelijk kunnen maken. Het kwastgereedschap dat vind je hier aan de linkerkant of met de sneltoets B. Als je daarop klikt heb je het rondje en dat rondje ken je eigenlijk wel. Althans, mag ik vanuit gaan. Klik je er met rechts op dan kun je eventueel nog de hardheid en de grootte bepalen, maar de grootte kun je ook bepalen met de haakjes toetsen. En dat werkt wel zo makkelijk en wel zo snel. Dit gaat over dekking en stroom. Het zijn twee opties bij een kwastgereedschap. En ze lijken in eerste instantie, als je ermee gaat spelen, erg op elkaar. Maar ze zijn toch verschillend. Nu staan ze allebei op 100. En teken ik dan een lijn. Dan zie je dat dat gewoon een keurig zwarte lijn wordt. Ga ik nou spelen met de dekking? Als ik die bijvoorbeeld lager zet. En een kleine tip: dat doe ik met mijn uh, toetsen die bovenaan het toetsenbord zitten. Als je gewoon op een getal drukt, bijvoorbeeld de 2, dan zie je dat mijn waarde 20% wordt. Druk ik op de 7, wordt die 70%. Druk je op de 0, wordt die 100%. En druk je twee getallen achter elkaar in, bijvoorbeeld de 2 en de 5, dan wordt die 25%. Ga ik met 25% dekking uh, kleuren met zwart, dan zie je dat ik een lichtgrijze lijn krijg. En eigenlijk is hij niet grijs, nee, hij is. Ja, gewoon maar voor 25% met zwart gevuld. Laat ik de muisknop los en ga ik er nog een keer overheen. Dan krijg ik daar bovenop weer 25% zwart toegevoegd. Als ik er bijvoorbeeld onder ga zitten, dan zie je dat ik de eerste kleur nog heb. Maar ga ik er overheen, dan zie je dat het daar donkerder grijs wordt. Ga ik er nog een keer overheen, wordt het weer donkerder en nog een keer nog donkerder. Net zolang totdat je eigenlijk absoluut zwart krijgt. En iedere keer moet je even de muisknop loslaten. Doe je dat niet, hou je hem ingedrukt en ga je er gewoon overheen, dan blijf je op die maximaal van 25% dekking zitten. Ik gooi dit allemaal even weg en ik zet de dekking op 100%. Zet ik mijn stroom nu op 25% en ik ga dan schilderen. Dan krijg ik wederom een grijze lijn. Hij is iets donkerder dan wanneer de dekking op, 100, op 25% zou staan. Maar ga ik hem bijvoorbeeld kruisen, dan zie je dat het daarin donkerder wordt. Mijn stroom kijkt eigenlijk gewoon niet echt van hoeveel uh, zwart ligt er al. Nee, die blijft gewoon zwart erop leggen. Ga je bijvoorbeeld in de ronde eroverheen. Dan kom je uiteindelijk ook uit bij absoluut zwart. Dus daarin verschillen dekking en stroom. Maar je kunt wel met die twee dingen spelen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, ik hou mijn stroom op 25%, laat ik hem nog lager zetten op uh, nou 10% en je dekking bijvoorbeeld op 40%. Als ik nu ga schilderen krijg ik een heel licht grijs lijntje, bijna niet te zien, maar het is er wel degelijk. En als ik hem dan kruis, dan wordt hij iets donkerder. En als ik er nog een keer overheen schilder, dan wordt hij nog donkerder. En als ik er overheen blijf draaien, eigenlijk, dan blijft hij meer kleur toevoegen tot aan die dekking van 40%. Dus hij komt daar eigenlijk nooit boven. En dat is iets waarmee je iets kan. Ga ik bijvoorbeeld even naar deze foto. Stel dat ik hierop nog zou willen doordrukken en tegenhouden. Dus donkerder maken en lichter maken. Ik ga een nieuwe laag aanmaken en die laag noem ik doordrukken en tegenhouden. Ik zet de laag op bedekken als overvloeimodus en ik zet mijn dekking en stroom eens even op 100%. Ga ik nu bijvoorbeeld met wit wat tekenen, dan zul je zien dat het daar gewoon ja, veel lichter wordt. Dit is eigenlijk gewoon te veel. Als je gaat doordrukken en tegenhouden. Dit is absoluut. Dus je wil dat niet. Je wil dat tot een bepaalde waarde beperken. Zeg dat ik het bijvoorbeeld wil beperken op 20%. En dat ik hieronder op de bank aan de slag ga. Dus bij mijn kwast zet ik de dekking op 20%. En als ik nu bijvoorbeeld over de rand ga. Dan wordt het daar ietsjes lichter. Zet ik het uit en zet ik het aan. Dan zie je goed het verschil. Maar 20% is dus eigenlijk niet zo gek veel. Zet ik hem bijvoorbeeld op 60 en ik ga er overheen, dan zie je eigenlijk al meteen resultaat. Maar het nadeel is, staat het op 60, dan heb ik in één keer, paf, die dekking van 60% wit erbovenop liggen. En dat is te veel. Als ik het allemaal even weghaal, zeg ik bijvoorbeeld de stroom, die wordt 20. Als ik nu uh, mijn wit ga toepassen, dan ga ik dus in eerste instantie uit van die 20%. En je ziet heel subtiel een klein verschil. Maar ga ik dan terug, dan leg je er nog een keer 20% overheen. En nog een keer. En nog een keer. Net zolang totdat ik aan die 60% maximum kom. Dus op die manier kan ik veel subtieler te werk gaan. Zet ik het nou uit, dan zie je wel degelijk dat er verschil was. Maar toen ik aan het schilderen was, zag je eigenlijk weinig verschil. En dat werkt natuurlijk ook zo met donkerder maken. Als ik zwart als voorgrondkleur neem. En bijvoorbeeld hier eens achter ga kijken. Stel dat ik hier het dak nog wat donkerder wil maken. Ik pak de kwast, ik maak hem wat kleiner. Als ik ga schilderen, dan zie je eigenlijk niet zoveel gebeuren totdat ik dus weer over het gebied heen ga. Als ik het even uitzet en aanzet, zie je dat het eigenlijk in de linker helft donkerder is dan in de rechter helft waar ik minder overheen ben gegaan. Nu werk ik met de muis. Dat werkt op zich in mijn geval prima. Werk je met een tablet, dan kan dit ook. Je moet alleen wel even zorgen dat je drukgevoeligheid uitstaat. Want staat die aan en druk je harder, dan ga je naar de 100% en druk je maar heel licht, dan ga je qua dekking al naar een percentage lager. Dus dan heb je niet meer de absolute controle. En zo makkelijk kun je dus stroom en dekking met elkaar combineren en kun je dus nog sneller werken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei